Dag beste mensen, ik sta hier bij een hele beroemde ingang van het spookgrot van Bos van Ypres. Park Vijversburg Tietjerk. Dit is onderdeel van een theatervoorstelling. Een van de plekken waar een monoloog gaat plaatsvinden. Want wat gaat hier gebeuren? In het kleine theater, hier het openluchttheater van het Ypres, Bos van Ypres, gaan wij een theaterdetective spelen. Mijn bedrijf bestaat 25 jaar en dat moeten we natuurlijk vieren. Feestelijke afsluiting van 25 jaar van Ravenstein. En daar hoort natuurlijk historie bij, er hoort humor bij, er hoort theater bij, er hoort muziek bij. En dat gaan we hier doen. Eerst een half uur ben je getuige van een misdrijf. Er gaat iets gebeuren tijdens een ceremonie. En iedereen is verdacht. En de spelers die verspreiden zich hier in het park. En aan jullie de taak om met hen in gesprek te gaan. Zij zullen eerst die spelers hun onschuld proberen te bewijzen. Maar er zit allemaal fout in. Het rammelt aan alle kanten. En jullie gaan lekker in gesprek. En dan komen we weer bij elkaar. In dat prachtige theatertje hier. Midden in het bos van Ypres. En er kunnen maar maximaal 200 mensen in. Ik zal het even laten zien. Dit is de plek waar het gaat plaatsvinden. Hier. Allemaal komen. Reserveren kan via vanplan.nl. Er zijn nog ongeveer, nou ik geloof, er is 1/3 van de kaart is nu verkocht via Vanplan. Je kan er nog bij. 4, 5, 6, 7 juli. Komt misschien nog een extra datum bij. En let op, we hebben ook een slecht weervoorziening. Het gaat altijd door. We kunnen zo'n productie niet neerzetten zonder een heel mooi team. Mede dankzij Park Vijversburg kunnen wij dit realiseren. En natuurlijk met die prachtige spelers. Gijsbrecht Bouwmans, die gaat als bruidegom Age Looksma Ypres. Ale Meester gaat als zijn vader, Nicolas Ypres. Boudien, Frauke Hotrop gaat dat spelen. Onze nieuwe speelster, nieuwe aanwinst. Dan hebben we Esther Varwijk. Esther Varwijk gaat moederspeler de boerin. Jantine Bouma gaat de boer spelen. Die zijn land verkwanseld aan de dokter. Dan hebben we, Gijsbrecht Bouwmans heb ik al genoemd. Wie hebben we nog meer? Regine Bijlsma. Ja, dat is een verhaal apart. Een hele sneuwe bruid, Regine Bijlsma. Ik ga zelf mee als de dominee. En dan is er ook nog de zigeunerin, de waarzester. En dat is Brigitte Jansen. Lieve mensen, allemaal reserveren. Dit wordt heel, heel, heel uniek en heel bijzonder.